Goedemorgen lieve kijkbuiskindertjes. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Alexander. Good morning! Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Helaas is het zaterdag en ik moet gewoon werken. Dus ik ben nu even aan het klaarmaken om te gaan werken. In ieder geval neemt Sien de camera mee, dus die gaat voor jullie vandaag het meeste vloggen, denk ik. Vertel even wat je allemaal gaat doen vandaag. Ik ga... Nou, ben ik klaar voor? Action, ik ga muziek downloaden, ik ga naar mijn stiefmoeder, ik ga naar de stad om haar op te opruimen, ik ga het huis schoonmaken, ik ga... Ik weet niet wat jij mag doen. Ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval genoeg leuke dingen doen. Het is leuke dingen, dingen die moeten gebeuren. Oké, okay. Nou ja, veel plezier ermee, schat. Leuk, maar, ja, nu ga je me eerst even samen werk brengen, toch? Ja. Oké. Gelukkig. Ik dacht al, moet ik nou ineens gaan lopen? Ik heb ook 3 uur geslapen vannacht. Toppertjes, jongen. Echt helemaal blij mee ook. Ik ben tot 3:15 bezig geweest met mijn video vannacht. Het was echt niet leuk. Maar ja, alles voor jullie over, jongens. Echt, ik heb echt alles voor YouTube over. Dat blijkt alweer. Dus nu ben ik gewoon moe. Dus ik ga een Red Bulletje meenemen en dan gaan we weg. Want anders kom ik te laat. Dus let's go. Nou jongens, ik heb net het verf gehaald bij de Action. Even kijken hoor. Blackboard paint. Ik zocht eigenlijk mat zwart, maar dat was alleen in spuitbus. En dit is altijd mat, dus heb ik die maar genomen. En het is dus de bedoeling dat dat blauwe vak nu zwart wordt. Nou jongens, ik moet eerlijk zeggen, dat verf is helemaal nog niet zo slecht nog niet. Ik heb het nu... 2 keer gedaan. Het droogde redelijk snel. En zoals je kan zien, het is echt, echt gitzwart ook. Zo, nou de wc heb ik dus geverfd. Ik ga nu even naar de markt. Nog gelijk heb gedacht zeggen bij Alex. En dan rijd ik gelijk door naar Vlissingen, want dan moet ik even iemand helpen. Die wordt die viert dit weekend zijn verjaardag. Mijn stiefmoeder die wordt 40 en die heb het tentje afgehuurd. En ze vroeg of ik even help met versieren, dus... Ja, jullie zullen het straks wel zien. Kijk eens wie ik heb gevonden. Hi. Ben kapot moe, de batterij is leeg. Heb je dat gezien? Kun je nagaan hoeveel ik heb gevlogd? Ja, vast heel veel. Het wordt voor mij een super grote vlog om te bewerken ook waarschijnlijk. Dat zijn allemaal stukjes van 30 seconden. Ik ben zo moe ook. Ik ben kapot jongens. En ik heb 3 uur geslapen en ik ben moe en ik heb hard gewerkt. En nu moet ik naar een verjaardag. En ik heb wel zin in, maar ik ben gewoon zo moe. Dus ik ga lekker even douchen, denk ik. Een beetje wakker worden. Hopelijk. Zie ik. Ja jongens, het is zondag. En nu ben ik wel echt een dag vrij om te gaan vloggen en zo.
Ik ben ook wel een beetje moe. Gisteren was echt zo'n drukke dag. Echt niet normaal. En ik denk dat we... Hoe laat waren we thuis? Weet jij dat nog? 4:30. Ja, zoiets. Ik weet... Nee, volgens mij... 6:30. Nee, ik weet... Ja, 5:30 lagen we op bed. Ja, dat klopt. Ja, nou, dan waren we iets. 5:30 lagen we op bed. Super laat. Maar het was wel een super leuk feestje. Echt heel erg gelachen, maar... Ja, nu ben ik een beetje kapot en we moeten straks ook nog bij vrienden gaan eten. Ik denk niet dat ik het heel laat maak, want ik kan gewoon niet meer. Er is zoveel wat ik wilde doen, maar ik heb maar 1 dag weekend, dus het gaat gewoon, dat lukt gewoon niet. Helaas, dus ja, ik weet ook niet precies wat ik verder nog moet gaan doen vandaag. Misschien nog eventjes naar de winkel toe. Ik weet het nog niet. Oh, sorry hoor, ik ben zo te geeuwen. Zo, en daar was ik weer. Een paar uur later, nou ja, best wel veel uur later. Ik heb eigenlijk gewoon besloten om vandaag niet echt meer te vloggen. Ik ben nog even naar de winkel geweest. Naar de Jisk heb ik nog leuke dingetjes voor in huis gehaald. En daar hadden ze een van de VIP-korting, dus was wat extra korting. Dus ik dacht, nou, ga ik even kijken. Een nieuw kussen gekocht. Want mijn kussen ligt echt zo slecht dat ik gewoon niet lekker slaap. Dus die heb ik ook nog eventjes nieuw gekocht. Ik ben ook echt super moe hoor. Ik had ook echt wel zin. Ik heb echt ballen. Oi, oi, oi. Niet normaal. Maar ja, en daarna zijn we bij familie geweest. En we hebben bij vrienden gegeten en zo. Dus ik dacht, weet je, laat maar gewoon eventjes. Gisteren hebben we ook nog aardig wat gevlogd. Dus kom wel goed. En ja, dat was het weer dit weekend. Ik heb eigenlijk maar 1 dagje echt weekend gehad. Dus het is tijd dat ik zo lekker ga slapen. En morgen is er weer een nieuwe werkweek. En daarna heb ik een weekje vakantie. Yes! Ik heb zoveel zin in om gewoon een weekje lekker in huis te gaan klussen en te verven. En gewoon even lekker grote schoonmaak te houden. Het is, ik ben er wel aan toe. Het is ook wel echt nodig. Dus ja, daar heb ik ook wel zin in. Het is in ieder geval echt een superleuk weekend geweest. Dat dan weer wel. Ik heb super naar mijn zin gehad zaterdag. Superleuke verjaardag gehad en zo. Dus was weer een geslaagd weekend, jongens. Dus, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. Duimpje omhoog als je leuk vindt dat mijn vriend ook wat vaker aan het vloggen is. Hij vindt het toch wel stiekem een beetje leuk. Maar hij moet er nog een beetje aan wennen. Dus het is allemaal nog niet zo spontaan als het kan zijn, denk ik. Maar hij doet er in ieder geval zijn best. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dan zie ik jullie heel graag weer in een nieuwe video. Doei doei!